Goedemiddag. Hi. Ik zit hier met de jeugdhoogheid en adjudant van de Tonnenzotters. We beginnen even met een voorstelrondje. Wie bent u? Ik ben prinses Wies. Van de Tonnenzotters. En hoe oud? Ik ben woensdag ben ik 12 geworden. Nog van harte gefeliciteerd. Dank u wel. U heeft een leuke dag gehad? Heerlijk. Heerlijk. Ja. Leuke cadeaus gekregen. Goed verwend. Ja. Mooi. Zeker. Welke school zit je? Ik zit op Talentstad. Talentstad. En met wat voor een talent? Wat doe je? Van alles. Van alles. Het is heel breed, die school. Ja, best wel. Ja. En zit je in een klas, in een groep? Of? Ik zit in de eerste klas. In de eerste klas. En hoe lang moet je nog? Daar heb ik echt geen flauw idee. Nee, dat zie je in de loop van de tijd wel. En dan hebben we hier de heer Den Dunnen. Ja. We kennen hem allemaal nog als vorst van vorig jaar, de jeugdhoogheid. En dit jaar adjudant. Ja. Nog even voor de mensen, jij bent... Wie? Ja, je naam? Ik ben adjudant Voortijd. En ik ben 13 jaar en ik zit op hier in de eerste klas. Ook al zo'n hogeschool. Ja. Nou, wat zijn jullie ambities voor dit jaar? Wat wil je bereiken met jeugd, hoogheid en adjudant van een vereniging? Van in dit geval van de Tonnenzotters. Wat willen jullie uitstralen naar de andere jeugd? Ja, vooral heel veel kleur. En ja, heel veel plezier voor iedereen. Ja. En ga je ook nog dingen organiseren? Doen jullie nog iets voor de jeugd? Gaan jullie nog dingen ondernemen? Nou, dat weet ik niet. Uit mezelf weet ik dat niet. Maar ik denk van wel. Je denkt van wel. Mm-hmm. En wat doen jullie? Gaan jullie een praalwagen bouwen? Doen jullie daar al mee? Is daar al iets over bekend? Nou, bij mij helemaal niet. Ja, als je iets geheims hebt, moet je dat natuurlijk niet vertellen. Nee, maar ik probeer natuurlijk wel van alles te weten. Maar als je denkt van, ik zeg het niet, dan hebben jullie een thema voor dit jaar, wat je wel mag vertellen? Of is dat nog niet bekend? Dat weet ik ook niet. Dat weet je nog niet? Nee. Oké. Jan Leus. Met Prinses Swiss en adjudant Voortijd. Nee. Toch wel moeilijk, hè, zo'n leus, ja. Hè? Ja. Ik weet hem niet meer. Nee? Iets met andere kleur van de regenboog. Ja. Oh, wacht. Met Prinses Swiss en adjudant Voortijd geven wij de carnaval dit jaar een extra kleur aan de bite. Nou, wat moeten we daar nog meer op zeggen? Ik weet niet. Ik hoop echt dat jullie een fantastisch mooi jaar hebben. Nou ja, jij weet er alles al van. Wat was jouw hoogtepunt vorig jaar? De optocht, denk ik? Ja. Ja. Dat is iets, daar moet je van gaan genieten, want dat is natuurlijk het allermooiste, zo'n optocht. Dat is, je ziet zoveel mensen staan. En ik had er zelf ook van genoten, ook al stond ik niet op de wagen. Nee, hè, het is het mooiste dingetje wat er is. Mee, ja. Ja. Nou, ik hoop dat jullie verschrikkelijke mooie dagen hebben met het carnaval. Ook, nou ja, zoals hier ook, dat vind ik gewoon leuk, de jeugd heeft de toekomst, zeg maar wel eens, maar dat de twee jeugdclubs nu bij elkaar zijn. Daar hadden er veel meer moeten zijn, maar ja goed, dat is nou eentje niet zo. Maar ik hoop dat jullie heel veel plezier hebben. Maak heel veel lol. Ga er heel veel van genieten. Dat doen we. Dat doen we? Mooi. En dan zien we jullie in de loop van het hele seizoen. Komen we elkaar nog wel tegen. Tuurlijk. Ja? Ja. Top. Dank jullie wel voor het interview en we zien elkaar weer. Ja. Oké. Okay.